Terwijl premier Rutte zei de raddraaiers het liefst zelf in elkaar te slaan, blijft het geweld tegen hulpverleners toch toenemen. Aangifte doen ze niet meer, omdat het gewoon geen zin heeft. Ze luiden hier straks de noodklok en gaan in gesprek met de politiek. De tap is open, dit is de Hofbar. Goedenavond. De cijfers zijn verontrustend, want geweld tegen hulpverleners dat neemt nog steeds toe. Aangiftes worden op de grote stapel gelegd en soms niet eens in behandeling genomen. Straks een gesprek tussen hulpverleners en de politiek. Maar eerst de dag van vandaag in Den Haag. Thierry Baudet voorspelde na de Provinciale Statenverkiezingen luid en duidelijk dat het kabinet nog voor de zomer zou vallen. Dus dat wordt nog krap. Jij hebt voor onze camera eigenlijk beloofd dat het kabinet nog zou vallen voor de zomer. Je hebt nog 2 weken, hè? Ja, ik doe mijn best. Ik werk hard. Theo ook. We zijn druk bezig. Er zijn nog een paar grote dingen die komen. Het klimaatakkoord, dat komt nog voor de zomer. Zou het daarop kunnen vallen? Ja, daar zou het echt op kunnen vallen. Wat nu speelt, vind ik ook heel ernstig. De reden dat ik nu in de Kamer ga is omdat 10.000 illegale uitgeprocedeerden gewoon niet worden teruggestuurd. Dat kan ook gewoon niet. Goed, daar valt het kabinet niet op, hè? Nou, het is wel één van de 2-3 topzorgen in Nederland. Wilders, Gate? Dat is het derde. Ze hebben nog alle kansen, Thierry. Ja. Jij hebt nog alle kansen eigenlijk. We werken hard. Ja. Dankjewel. Oké, graag gedaan. Ja, Chris van Dam van het CDA, dat is even beven, denk ik, als je dit zo hoort. Ik zit te trillen op mijn stoel, maar het kabinet blijft gewoon zitten. U heeft nog 2 weken een baantje, hoor ik net van Thierry Baudet. En dan wordt het solliciteren. Ja, ik maak me niet zo heel veel zorgen, moet ik zeggen. Goed, dan gaan we naar het blije bijna babynieuws van Klaas Dijkhoff. Want die krijgt namelijk bijna een baby. Het vaderschapsverlof is onlangs naar boven bijgesteld. En dus is de vraag, hoe geëmancipeerd zijn ze bij de Dijkhoffjes? Spannende tijden, hè, meneer Dijkhoff? Ja. Dan ga je me nou vertellen waar je precies op bedoelt. Ja, thuis. Thuis, ja, thuis. Zeker spannend, ja. Hoe lang nog? Ja, dat weet je nooit zeker. Maar het kan elk moment gebeuren. En anders nog een paar weken. En dan neem ik aan ook gewoon de volle week vrij, hè? En dan heb je nog ouderschapsverlof. Die kan je dan ook opnemen. Dus dan kun je gewoon lekker 26 weken kan je onbetaald lekker... Ik denk niet dat dat bij ons zo werkt, nee. Ja, wel mag hoor. Dat is wettelijk gewoon toegestaan. Ja, maar dat is zoals je werk geeft. 26 weken? 26 weken. Oh. Lekker een beetje met de baby, man. Best wel heel veel mensen fijn vinden als ik 26... Een half jaar is dat. Ja. Als ik een half jaar niet hier ben. Daar doe ik veel mensen plezier mee als ik Twitter wel eens zie. Want er zijn heel weinig mannen eigenlijk die daar gebruik van maakt. Nou ja, dat is voor jou nu toch wel als de symbool. Een beetje feminist. Je leider is ook al richting de vakbonden aan het opschuiven. Dus jij kan net zo goed nu ook de feminist gaan uithangen. Ja, ik weet niet of ik daar dan... Misschien doe ik dan het feminisme wel meer plezier dan mijn eigen vrouw... als ik 26 weken achter elkaar thuis ga zijn. Dat moeten we niet doen. Nee, eigen vrouw eerst. Ja. Dankjewel. Yo. Eigen vrouw eerst, hoorde ik. Dat moeten jullie allemaal thuis niet zeggen, denk ik. Want dan vragen ze toch, wie is vrouw 2 dan eigenlijk? Dat denkt zomaar dat mevrouw Dijkhoff dat nu vraagt aan Klaas. Usturk van Denk is nog altijd druk bezig om een aanklacht voor te bereiden... tegen Kamervoorzitter Ariep. Naar aanleiding van deze clash. Weet u het nog? Wilt je stoppen als ik aan het woord ben? Even een klein beetje respect. Respect voor dit huis. Tot de voorste gewoon doodgemaakt. Ik ga gewoon klachten indienen. Doe dat. Het woord is aan de heer Omtzigt. Ik was benieuwd, jij was daar heel stellig over of je een klacht hebt ingediend. Ja, het is bijna klaar. De tekst is klaar eigenlijk. We moeten even wat bijschraven, dan wordt de klacht ingediend. Duurt het zo lang dan? Nou, kijk, dus wat er gebeurd is uniek. Hè. Dat is nog nooit gebeurd. Dus we moeten echt ook goed formuleren en juridisch goed onderbouwen. Want het gaat niet om mij. Wat daar is gebeurd, kan iedere Kamerlid gebeuren. Dus wat daar... op het moment dat je een microfoon van een Kamerlid uitzet, dan zet je de stem van de burger uit. Er zijn er natuurlijk ook wel stemmen die opgaan die zeggen van ja, die Usturk moet zich ook gewoon eens gedragen, hè, in de Kamer. Nou kijk, dat soort dingen hoor je ook, maar het punt is ook, op het moment dat je 1 minuut 22 seconden hebt om het verhaal van de burger te uiten, hij mag dat niet meer, terwijl je daar recht op hebt. De vraag is of we die richting op moeten gaan. Er zijn ook geluiden die zeggen van ja, mevrouw Ariep laat zich door haar eigen persoonlijke emoties gaan. En dan is ze op dat moment niet de Kamervoorzitter, maar is zij Ariep zelf. Die geluiden zijn er ook. Meneer Van Dam, team Ariep of team Usturk?
Tima riep, ik spreek uit ervaring. Je moet de voorzitter gewoon haar werk laten doen en soms een beetje inbinden. Maar Kamerleden mond doodmaken, zegt Öztürk dan? Nou, het is niet alleen mond doodmaken. Je moet er natuurlijk voor zitten wat hij daarvoor naar voren bracht. Ja. Het is zo dat hij een collega Kamerlid iets in de schoenen schoof, wat niet past in onze manier van debatteren met elkaar. Karabeluut was het, hè? Ja. Dus ik denk dat meneer Öztürk gewoon een beetje moet inbinden. Geweld tegen hulpverleners dan. Het blijft maar doorgaan en steeds meer ambulancepersoneel, agenten en brandweerlieden zijn ten einde raad. Je doet je werk om anderen te helpen en dan word je volgens zelf belaagd. En als klap op de vuurpijl wordt veelal ook nog eens een keer je aangifte niet in behandeling genomen. Dit terwijl het kabinet heeft beloofd om hard op te treden door bijvoorbeeld snelrecht in te voeren. Even wat de hulpverleners zo al meemaken. Ik moet mijn moeder van de bus halen. Hé, hey, hallo, dat mens van 85. Kelly, blijf gewoon rustig. Kelly, blijf rustig. Blijf vrij. Doe eens even normaal, man. Doe eens normaal. Ja, doe het normaal. Ja, dan maak je dit mee. Dan moet je de volgende dag gewoon weer op je werk verschijnen. Ludo Stoffer, je bent politieagent. Maak jij vaak geweld mee in jouw werk? Ja, regelmatig. Ja. En wat is het ergste? Te veel. Ja, wat, onlangs ook nog? Recentelijk? Verleden week. En wat gebeurde er? We krijgen een melding overvalalarm. En ik ben er als eerste te plaatsen. Komt iemand naar buiten en die zegt van hem moet je hebben. Blijkt later gewoon een diefstal te zijn met geweld. Hij had winkelpersoneel belaagd bij de diefstal van 3 biertjes. Ik loop naar hem toe en voordat ik het in de gaten had, lagen we te rollen en te vechten op de grond. Maar hij viel jou aan? Hij viel mij direct aan. Hij wilde alles behalve mij werken. Hij had ook afgrijs voor het uniform. Ja, want het uniform, dat was een lap op... een lap rode lap. Ja. Want je kunt natuurlijk ook zeggen, ja, je bent politieagent, dus je gaat naar zo'n wespennest toe. Dan weet je natuurlijk ook wel wat je te wachten staat. Ja, maar dit was een waar praat je over, hè? Winkeldiefstalletje uiteindelijk van een blikje bier, 3 blikjes bier. En deze jongen die heeft gebruikt, dat zie je dan wel. Drank, drugs, bekende van ons. En dan probeer je hem aan te spreken en voordat je het weet lig je inderdaad te vechten. Dan weet je los te komen uiteindelijk, dan geef je hem een duw en dan let je heel even niet op. En dan incasseer je gewoon een rechtse directe op je gezicht. Ja. En dan, ik heb het geluk dat ik een hondengeleider ben en ik had mijn hond bij me. Ja, en die heeft het voor me gewonnen uiteindelijk. En die heb je op hem afgestuurd? Ja, niet afgestuurd. De hond is getraind om dat uit zichzelf te doen. Ja. Op het moment dat jij wordt aangevallen, doet de hond dat? Ja, die doet dat uit zichzelf. Ja. Aangeleerd gedrag. Had je letsel? Ik had een mooie plek hier zo. Mijn hand lag wat open. Waar dat dan gebeurd is, weet ik niet. Dat zal in de schermutseling ergens gebeurd zijn. En de dag erop zag het er mooi iets gekleurd uit. En je ziet het. Ja, ik ben weer een knappe man. Je zegt het zo, maar ja. Dat zie ik. je zegt het natuurlijk ook nu een beetje lachen. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat je dan nog op een bepaalde manier wel naar huis gaat na zo'n ervaring. Ja, maar de maatschappij is denk ik zo aan het afglijden wat dat betreft. Gebeurt het vaker? Gebeurt het in jouw werk? Het gebeurt vaak. Helemaal als hondengeleider. Je staat altijd vooraan in de geweldspiraal. Ja. Wanneer kom ik? Als de politie hulp nodig heeft. Als de politie nodig heeft, bellen ze de hondengeleider, zeggen ze wel eens. Dus je staat altijd vooraan. Maar merk jij dat er in de loop van de tijd steeds meer geweld wordt gebruikt tegen politie? Zeer zeker, zeer zeker. Het geweld wordt ernstiger, maar het wordt zeker meer. Maar dat zou ook wel kunnen betekenen dat het misschien niet meer wordt, maar dat we het vaker meemaken omdat we met minder mensen zijn. Ja. Dus je loopt er vaker tegenaan. En je neemt het mee naar huis, denk je? Nou, die tijd heb ik dus een beetje gehad wel. Ja? Ja, maar stomp je dan af? Ja, misschien wel. Ja. Maar je neemt het niet meer mee naar huis. Tuurlijk heb je het er thuis over. Want, ja. Nou, het was gisteravond weer raak. Ik heb er weer eentje geïncasseerd. Ik was weer later dan normaal thuis. Want mijn administratieve afloop is 3 uur later. Ja. Dat kan jij dan wel altijd zeggen als je te laat thuis komt. Ja, dus voor die ene vrouw. Hè? De vrouw van... Nee, maar goed. Het is ook wel dicht bij jou gekomen thuis, heb ik begrepen. Ja, goed, dan ga je een paar jaar terug wel. Maar
Het is wel persoonlijk af en toe. Ja. De meeste geweldsincidenten die we meemaken als politieman, die zijn gericht tegen het uniform. Daar ben ik van overtuigd. Maar wat gebeurde er toen? Toen het dichtbij kwam? Dit is niet tegen het uniform geweest, dit was persoonlijk. Er is een of andere crimineel uit Haarlem geweest en die heeft het gemeend goed te vinden om mij persoonlijk op te zoeken, thuis wel, op te maar zoeken. Maar wel omdat je agent bent? Omdat ik met mijn hond wat tegen hem gedaan zou hebben. En die heeft 2 keer voor de deur mijn privéauto op laten blazen. Echt waar? Ja, echt waar. En die meneer heeft... we hadden het er net over van... ik vraag nooit naar de gevangenisstraf van de verdachten, de arrestanten die ik maak. Deze heb ik uiteraard wel gevolgd. Want deze meneer is na heel veel heel deskundig recherchewerk is die gevonden, is veroordeeld. Heeft 18 maanden gevangenisstraf gekregen. Dan denk je van 18 maanden gevangenisstraf... Voor het opblazen van een auto? Voor het 2 keer opblazen van een auto. Een heel gezin, op zijn Hollands gezegd, naar de kloten geholpen. En, ja, want wat er gebeurde daar binnen het gezin? Ja, ik had 3 kinderen die nog onder de leeftijd van 10 waren. En die hebben 2 keer aan toe de vlammen boven het dak uit zien slaan. Dus die hadden allemaal wel een dingetje later. Dat komt het dan pas later uit natuurlijk. Maar die hadden wel een dingetje. En het meisje thuis voelde zich niet altijd even prettig. Dus ja, daar speelt er een hoop door je hoofd. Ja. En dan ben je niet alleen verdrietig om datgene wat je thuis ziet gebeuren. Maar je bent... pissed off. Ja. En je wil die vent zelf onder handen nemen. Ja, dat mag dan weer net niet. Dus denk je dan ook niet van, heb ik wel het goede beroep gekozen eigenlijk? Is dit het me allemaal wel waard? Nee. Ik heb niet gedacht van, nou ga ik ermee stoppen. Het maakte mij alleen maar standvastiger in datgene wat ik deed. Van, moet luisteren, ik blijf dit doen. Want dit is niet normaal. Ja, het zit in het bloed, denk ik. Ja. Ron Sietek, je bent ambulancebroeder. Nou ja, waarvan je bij politie nog kan zeggen, die zoeken inderdaad wespennesten op. En ook al is het ook afkeurenswaardig, kom jij in een situatie waar je echt vooral mensen komt redden? Maak jij veel geweld mee? Ja, ik ik zal je heel eerlijk vertellen, ik wilde eigenlijk helemaal niet komen hier. Want ik ben al 10 jaar probeer ik me hard te maken om geweld en ook een luisterend oor te krijgen bij de buurman in Den Haag. Nou, jij gaf even de doorslag, want dat is wel. Maar ik ben er voor jou, ik ben er voor jou. Ja, dank je. Ja. Ik doe lief tegen jou. Nee, maar weet je, het is gewoon te gek voor woorden. Ik heb 10 jaar geleden een ernstig geweldsdelict meegemaakt. Er zijn werkonderbrekingen geweest, de burgemeester is geweest. En politiek stond ook weer te huilen en een afschuwen. En vervolgens... Maar wat heb je meegemaakt? Nou, we waren dus bij een steekpartij. Een jochie van 15 was neergestoken. Was in zijn long geraakt, was aan het verbloeden. Als wij niks gedaan hadden, had het jochie nu dood geweest. Maar zijn broer die vond het nodig om ons te bedreigen van... ik maak jullie dood als je dood bent. We moesten echt, waarom, vluchten. Maar waarom? Ja, dat zeg ik. Geen idee. Maar zijn broer ligt daar dan gewonnen. Ja. En er wordt dan tegen jou gezegd, maak je dood. Ja, ik snap het ook. Maar wilde hij niet dat je zijn broer hielp? Geen idee. Dat was een waas. Ik denk, als hij op dat moment een mesje zand had, had hij ons... Ik weet niet wat hij met dat ventje aan de hand was. Ja. En zo zei dat, weet je, je bent al grenzen gaan verleggen, weet je. Krijgt de kanker, krijgt de tering, krijgt de tyfus. Ja. Met glazen gooien tegen dat jongen. Nog wel even over dat geval, hoe is dat dan afgelopen? Moet je dat dan in de steek laten? Kun je daar dan bij? Nee, we hebben dat jochie met koppenkont beetgepakt, in de ambulance gegooid. Infusen vloog in de rondte, we zijn heel snel weggereden. Een beetje ontzet door de politie, die er inmiddels ook gelukkig eigenlijk gewoon gevlucht, met gevlucht, een patiënt? Ja. En toen waren wij in het ziekenhuis en we iets van, jezus, dit kan echt niet. Nou, collega's hoorden dat. En toen is er echt een werkonderbreking geweest en zo. En toen is het een beetje landelijk in het nieuws geweest. En ja, en daarna, weet je, elke keer als er iemand op zijn bek geslagen werd, dan werd er gevraagd van, Ron, kom jij het even vertellen? Maar ja, ik weet je, op een gegeven moment had ik ook iets van, ik vind het mooi. Ik heb me zo hard gemaakt. Ik heb onlangs oudejaarsdag was het in een NPO radio-uitzending gezeten. En er werd onze minister Grapphuis even ingestreamd. Die heel popiopie, zijn spijkerbroekje zonder stropdas op het politiebureau en zijn eigen PR aan het werken was. En om even te vertellen van, over het snelrecht. Vervolgens lees je 1 januari in de krant dat het geweld tegen hulpverleners... Nou, ik heb die hele Grapphuis niet meer gehoord, weet je. En dat bedoel ik en dat maak ik al 10 jaar mee. En dus je wordt er moedeloos? Ja, ik geloof daar niet meer in.
En hoe is het nu? Maar merk je wel dat het geweld ook toeneemt? Merk je dat zelf? De hele mentaliteit verandert en zo. Ik was een tijdje terug op het Rembrandtsplein. Er lag iemand op. Ik vraag of ik er even door mocht met de brancard. Ik kon een staat van poorten krijgen. Ja. En dat soort dingen. Doe je aangifte? Nee, ik ben de laatste twee keren heb ik geen aangifte. Omdat ik totaal geen vertrouwen meer heb in het. Je wordt als slachtoffer word je gewoon dubbel gestraft. Ja. En dat je misschien een klap op je bek krijgt. En dan krijg je met onze heren rechters te maken. Nou, dat is helemaal een lachertje. Want jij zit ook nee te schudden. Je doet ook geen aangifte meer? Nou, ik doe wel aangifte. Omdat ik vind. Ja, ik vind dat het tot mijn plicht is. Ja, dat vond ik ook. Maar voor jou snap ik hem wel. Maar aan de ene kant, hoe kan ik nou tegen de burger zeggen van... meneer, mevrouw, u moet wel aangifte doen, hè? Ja, maar dat terwijl zelf ik het zelf doen. Nalaat. Maar heeft het voor jou zin? Voelt dat zo? Nou, het heeft voor mij wel zin tot ik zoiets heb van... moet je luisteren, vriend. Jij moet met je poten van mij afblijven. En hier geef ik een signaal mee. Ja. Ik doe aangifte. En ik voeg me ook altijd in de zaak. Ja. Of ik nou materiële of immateriële schade heb, ik voeg me altijd in de zaak. Want ik wil dat wel vergoed hebben van hem. Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond. Ik hoor dan hier mensen ook zeggen, we doen gewoon geen aangifte meer. Want ik heb er geen vertrouwen meer in. Hoort u dat vaker onder de politieagenten? Ja, ik vind het niet goed. Je moet altijd aangifte doen. Hè. Hoe moedeloos, hoe cynisch je ook wordt. Hè. Ja. Ik weet dat heel veel politiemensen geen aangifte doen. Hè. Bij onze politiebond dagelijks werkt dat mensen melden, joh, we hebben weer geweld meegemaakt, help ons even. Hè. Ludo helpt ook nog eens een keer mensen die bij de politie in de kanaal komen of anders bij onze bond. Maar nee, dat cynisme herken ik. Hè. Op het moment dat ik tegen mijn mensen zeg, joh, ik ben vandaag weer in de Tweede Kamer bij onder andere Chris. Oh, ga je naar het belofteparadijs? Ah, ja. Omdat ze de laatste 10 jaar alle beloftes mooie woorden, hè, je hoort het in Ronse verhaal. En het duurt maar. Hè. Ze zitten heel erg aan de achterkant, strafverzwaring of snelrecht of... Ja, dan zeggen de mensen van natuurlijk alle beetjes helpen. Maar aan de voorkant zien we het intensiever worden, erger worden in de beleving. Je doet met minder mensen meer werk. Dus de belevingswereld daarin. En wat ik erg vind, is dat het niet alleen het cynisme onder politiemensen... want dat snap ik ondertussen. Maar dat het is wel tegelijkertijd, snappen we het misschien, maar het is ook wel eigenlijk heel erg tragisch. Het is droevig. Ja. Het is droevig. Maar ook sommigen hebben nog een afweermechanisme met humor of wat dan ook... Maar er zit diep leed onder de politie. Ik noem het wel eens het verdriet van de politie wat hier dagelijks gebeurt. Omdat het en zo lang duurt. En dan komt er weer een retoriek met mooie volzinnen uit Den Haag. Maar inhoudsloos op de effecten van de maatschappij en naar de mensen toe. Chris van Dam van het CDA. Ik hoor belofteparadijs. Ik hoor het verdriet van de politie. Het is zinloos. Ja, daar zit je dan als politiek. Nou, laat ik eerst vooropstellen dat ik zelf 12 jaar politieman ben geweest. En daarna 19 jaar officier van justitie. Sinds 2 jaar zit ik in de Kamer. Dus ik snap een beetje wat de beleving is. Je bent van de politie naar de Ja, ik ben van de politie en naar het belofteparadijs gegaan. Absoluut. Ja, dat is een goede. Wat fout gedaan? Laten we één ding vooropstellen. Kijk, elk geweld tegen politiemensen, tegen ambulancemedewerkers, tegen brandweermensen. Maar het gaat nog veel verder tegen burgemeesters, tegenwoordig tegen journalisten. Elk geweld is af te keuren. Ja, goed, dat snap ik. Journalisten, dat snap ik ook. We hebben het nu eventjes over de politie en dus de hulpverleners. En hulpverleners genieten misschien, net als vind ik ook wel wat journalisten zo is, een extra bescherming. Zeker. En die krijgen... Maar ze voelen het niet, hè? Nee, dat begrijp ik. Alleen, het is natuurlijk wel zo dat ze die krijgen. We hebben al sinds 2007 het programma Veiligheid Publieke Taak... waar al die hulpverleners in zitten, waar burgemeesters onder vallen enzovoort. Daarin betekent bijvoorbeeld dat het Openbaar Ministerie hun strafeisen verdubbelt. Soms zelfs verdriedubbelt. Het is natuurlijk niet zo dat wij de rechters aan het touwtje hebben. Die hebben een onafhankelijke positie om daarmee om te gaan. Er zijn wetswijzigingen geweest. Bijvoorbeeld dat het makkelijker is om mensen in voorlopige hechtenis te nemen... als je er snelrecht op toe wil passen. Ja, 17 uur, maar dat hoor ik dan... 17 dagen. Of 17 dagen, ja, en, dat hoor ik dan. En op dit moment wordt er gewerkt... en dat is een initiatief van mijn collega mevrouw Helder van de PVV... samen met de VVD en het CDA... om ook, laat maar zeggen, de mogelijkheden om taakstraffen op te leggen... bij dit soort geweldsdelicten... om die minder te maken, taakstrafverbod. Heeft u voorbeelden op papier daarvan? Ja, ik weet niet of dat nou hier de plek is om u op papier andere dingen te doen. Nee, maar wij horen dan... Weet je, ook die minister, hoe heet die, Grapperhaus? Ja, meneer Grapperhaus. Meneer, die staat daar op oudejaarsdag zijn PR-dingetje te doen... van kijk maar eens, hier even bij mijn jongens. Hè, en vervolgens
Het geweld neemt toe naar de hulpverleners en je hoort diezelfde meneer niet meer. Ja. En waar zijn die? Ze zijn eerder buiten. Is met de vinger naar je toe. En dan zit jij nog bezig, ben je met je procesverbaaltje bezig. Ja, en zo is dat, het wel. Kijk, en ik hoor dit al 10 jaar, hoor. Ja, want nee, ik heb 10 jaar. En u belooft hier weer dingen. We zien het niet. Maak eens een statement naar de mensen, naar de hulpverlening. En niet alleen, weet je, als maar kijk. Ik beloof helemaal niks. Ik zeg dat ik het ook niet herken, hoor. Nee, maar dat geweld tegen de politieambtenaren tot het Openbaar Ministerie. Waar lees ik dat? Dat zegt van 2 keer, 3 keer zware straffen of wat dan ook. Mijn beleving is dus dat de verdachte vaak eerder buiten staat... Ja. Dan dat ik klaar ben met mijn procesverbaal. En dat de zaak dan 6, 7, 8 maanden later een keer voorkomt. En uiteraard ben ik daarbij om me te voegen in de zaak. Maar ik ga er alsjeblieft niet meer bij zitten bij de uitspraak 2 weken later... Want die is zo deprimerend. Daar ga ik niet bij zitten. Even reactie van meneer Van Dam. Want daar is nu... Nou, kijk, ik vind het ook wel heel makkelijk. Want er zijn aantoonbaar heel veel maatregelen genomen. Hè. Als we het over de ambulance hebben, verwijs ik bijvoorbeeld ook naar die campagne van Sieren, waar een soort tankambulance. Maar er zijn ook in de maatregelen en iedereen. Ja, je kunt wel zeggen, ik merk het niet. Dat begrijp ik ook heel goed. Maar en daar kan gaat ook het heel veel frustratie. Maar wacht even, want nee, daar gaat het natuurlijk. Nee, maar je merkt er ook heel veel wel van. Ik heb zelf als officier van justitie rond jaarwisselingen op andere momenten met eindeloos veel van dit soort zaken. Ja, maar de geweldsdelicten nemen toe. Het neemt toe. Deze mensen merken het. Zo'n campagne, dus, zo'n postertje versieren. Geef mij een tank. Maar niet zo'n postertje. Maar dat leidt wel tot een andere vraag. Ik denk namelijk dat het heel terecht is, de vraag: wat is nou echt de oorzaak van dit verhaal? En ik denk oprecht dat er aan de handhavingskant, Jan die zei dat net ook, aan de achterkant is wel degelijk veel gedaan. Maar we moeten constateren dat we met elkaar een soort verhuftering doormaken. Want dat zegt u, u bent van het CDA. Dan mag ik ook wel tegen u zeggen, ja, welkom dan in 2019. En laten we dan wel met z'n allen vaststellen dat de politiek er toch voor is om de zaak zo in te richten dat het klopt bij het tijdsbeeld wat we nu hebben. En daar gaat het dan toch wel mis. Je kunt het wel hebben over verhuftering, maar daar hebben deze mannen daar nou aan. Nou, het is zoals het is. Er is verhuftering. Maar die hufters krijgen een vrijbrief van de politiek. Ja. Want ze worden niet gepakt. Ik ben het er niet mee eens dat de politiek hier niets aan doet. Als je de afgelopen jaren kijkt wat er gebeurd is. 10 jaar zit ik hier. Ja, nou, ik denk, en dat heb ik net al een aantal dingen van gezegd, dat er wel degelijk allerlei maatregelen zijn genomen. Recent is er nog de straf op bedreiging omhoog gegaan. Ik heb het over die voorlopige hechtenis gehad. Voor zware geweldsdelicten is er een taakstrafverbod gekomen. We zijn nu bezig voor mishandeling van hulpverleners om ook een taakstrafbeperking te doen. Ja, maar ze krijgen ze niet. De strafeisen zijn omhoog gegaan. En ik als persoonlijke ervaring heb dat er wel degelijk heel veel prioriteit wordt gegeven aan. Tegelijkertijd herken ik helemaal dat als mensen dan op zitting komen, en zeker als je ook nog die persoonlijke ellende thuis hebt meegemaakt. En we zijn ook steeds beter gaan zien wat geweld aan PTSS-problemen oplevert bij niet alleen politiemensen, maar allerlei hulpverleners. Dan ben ik helemaal met me eens dat er nog veel te doen is. Maar ik laat het me niet aanleunen dat de politiek er helemaal niks aan gedaan heeft. Nee, doet de politiek wel wat, maar doen ze de goede dingen? Die vraag moeten ze zich na 10 jaar nu eens afstellen. Wat zijn nu de echte maatschappelijke effecten? En natuurlijk helpt het een beetje als die strafverzwaring. Maar aan de voorkant zit een veel groter probleem. En dat is die verhuftering. Kijk, de mensen die als hulpverlener, die zijn het eerste aanspreekpunt bij conflicten van de maatschappij. We bezuinigen op de zorg. Nou, 80.000 meldingen van verwarde personen die af en toe ook geweld gebruiken. Fors geweld gebruiken. En die horen niet in de cel, die horen in de zorg thuis. Maar die komen op het bordje van die hulpverlener. Dus die zitten of in de ambulance of in de cel. Dus je hebt een breed palet. Het zou eens goed zijn als de politiek, wij met z'n allen diep in de spiegel kijken, wat heeft het ons nou opgeleverd na 10 jaar? En moeten we niet ook eens uit een ander vaatje gaan tappen? Maar want Jan, deze mensen die blijven je, maar zo. Weet je wat we in ieder geval ook moeten doen? En dat is denk ik een gedeeld probleem. Dat is het enorme middelengebruik. Want heel veel van die mensen die jullie tegenkomen op straat, die zijn gewoon volkomen doorgedraaid door de coke die ze gebruiken en de rotzooi die ze gebruiken. Wij gaan verder aan de bar. Drinken we gezellig een biertje zonder cocaïne. We trappen wel de hele bar in elkaar. Er gebeurt toch niks aan. Het is toch bijna reces, dus dank jullie wel voor je komst. Tot zover de Hofbar, tot volgende week.